We hebben de corner glitch gisteren in de actie gezien. Wat is dat? Dat is dat je de bal bij de tweede paal geeft, heel ver naar achter, en dat je hem dan terugkopt. En dat werkt een aantal keer. Gullit moet nu schieten. Buiten Gullit! Maar die paal, jongen! Ja, dat is inderdaad de paal, het aluminium. Opening, komt ook niet aan. Nee, dat wil nog steeds niet bij Mbappé. Die kan nu door, die kan door. Ja, laatste aanval. Hij moet nu gaan. Vitesse met Mbappé, een fake shot. Er loopt iemand daardoor, die wordt niet gevonden. Vieira zit ertussen. Al die ballenpaas is gewoon op die mensen, man. Wat is dat hele tijd? Het eindigt in 0-0. Dit is een van de laatste speelrondes die we gaan zien. Volgende week nog natuurlijk twee. Dan krijgen we volgens mij kerst. Break. Ja, en dan komen we terug en dan al heel snel heb je Team of the Year. En dan gaat Mark die andere dat halen of gaat dat Alisson worden? Zo, Neymar! Oh, nog even Drake en dan zit hij wel. En hij scoort weer. Het is 1-0 via Dennis en VVV leidt met 1-0. Dat is Neymar. Ja, en dan tegen iemand met de verdedigende kwaliteiten van Dennis proberen die bal Er te krijgen. Neymar komt er dan uiteindelijk. Ja, Messi! Dit moet hem zijn! Ja, het is Vitesse dat scoort! Chardo doet het uiteindelijk toch nog. De meest scorende speler van de Eredivisie. Ja, die scoort altijd. In de laatste paar minuten van de wedstrijd. De blessuretijd is er begonnen. Toch nog een doelpunt te scoren. Lionel Messi maakt hem. Maar het is nog niet klaar. We hebben nog een laatste aanval van VVV Venlo. Het zal toch niet langs de schuiven. Chardo doet het voor Vitesse.